De nieuwe Opel Corsa is er in 3 uitvoeringen. De Edition, de Elegance en de GS-lijn. En in deze video laten we alles zien over de Elegance. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een open systeem of met uitleg van een open model, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst, vergeet dan niet om abonnee te worden, zodat je elke week op de hoogte blijft van onze nieuwste video. Nou, zoals ik al zei, is Opel Corsa dus in 3-tal uitvoering leverbaar. Daar heb ik de basisuitvoering niet in meegenomen. Maar daarnaast is dus de Edition uitvoering, de Elegance en de GS-lijn. Dat zijn dus de 3 uitvoeringen waar je in Nederland dus voor kunt kiezen. Nou, in deze video gaan we dus meer en dieper op in op de Elegance uitvoering. En wat er allemaal op zit en hoe ziet die eruit, gaan we nou laten zien. Nou, dit is dus de Opel Elegance. Nou, het verschil met de Edition uitvoering is dat hij de standaard voorzien is van deze 16-inch lichtmetalen velgen. Daarnaast heeft de auto ook LED-koplampen, die laat ik zo inderdaad ook zien. Waar je hem ook aan kunt herkennen is dus het chroomaccent die hieronder bij het raam loopt. Daar heeft dus alleen de Elegance uitvoering, de GS-lijn heeft dit niet. Hij heeft ook een licht- en regensensor, dat zit daar ook standaard op. En ook aan de binnenkant ziet hij er mooi uit. Het is een mooie luxe uitvoering met mooie chroomaccenten en een mooie luxe afwerkingen. Nou, dit zijn dus die LED-koplampen. Standaard heeft hij dus LED-dagrijverlichting. En deze heeft dus ook LED-koplampen. Dus dat verdwijnt eigenlijk de halogeenverlichting. Daardoor heb je dus LED-verlichting. Nou, dat ziet ten eerste ook prachtig mooi uit. En ten tweede heeft ook een prachtig mooi zichtbeeld. Nou, dit is ook de standaard bekleding van de Opel Corsa Elegance uitvoering. Het is dus een bekleding met half leder stiksel erin. En ook de stoel is in hoogte verstelbaar. Je kunt als uitbreiding ook nog een lederen bekleding bij bestellen. Nou, standaard op elke Corsa is inderdaad cruise control, dat zit er standaard op. Ook een aantal veiligheidssystemen zitten daar standaard ook op. En automatisch ook dus in de noodstop. Hij houdt ook de voorligger ook in de gaten. Zorgt ook dat je ook op de weg blijft. Althans, hij geeft ook aan wanneer je een beetje te dicht bij de berm bent of bij een streep. Krijg je automatisch een waarschuwing daar ook van. Het multimedia systeem heeft ook de Opel Corsa Elegance standaard. Dat is een systeem waarbij je dus mogelijkheid hebt tot met USB aansluiting. En ook de mogelijkheid hebt met Apple CarPlay en Android Auto. Als uitbreiding hierop kun je ook nog het multimedia Navi Pro systeem bijbestellen. Hoe dat werkt en wat de verschillen daarvoor zijn, zal ik ook in een video toevoegen die je hierboven ook kunt bekijken. Nou, standaard is de Elegance voorzien van een airconditioning systeem. Je kunt als uitbreiding daar ook nog een klimaatcontrole bijbestellen. En ook, zoals bij deze auto, ook een winterpakket stoelverwarming. En ook stuurverwarming. Heeft deze auto geen stoel of geen stuurverwarming? Dat heeft te maken omdat dit een automaat is. En bij een automaat heb je dus helaas geen stuurverwarming. Nou, de Elegance uitvoering die is dus leefbaar met een 100 pk benzinemotor of met een 100 pk automaat zoals deze. En daarnaast is het nog leefbaar in een diesel uitvoering, ook met 100 pk. Nou, een automaat die werkt dus als volgt. Wanneer je de parkeerstand wil hebben, kun je deze knop indrukken en naar voren toe drukken. De R van achteruit, de neutraal of de D van drive, ziet hier aan de zijkant knopje, waardoor je hem zo in de neutraal kunt zetten of zo in de D. En uiteraard zo weer naar voren toe. Daarnaast kun je ook nog verschillende modussen kunnen instellen. Dat werkt dus met de knop die hieronder zit. Hij staat standaard natuurlijk op de normale modus. Je kunt hem nog op in de sportmodus zetten. Geeft duidelijk een display aan. Normaal of eco-stand. En dit is inderdaad functies met wanneer die uiteraard de automaat overschakelt. Het mooie van deze automaat, bij de vorige Corsa zag je dus alleen maar de EasyTronic, de elektronische automaat. Dit is een volwaardige achttrapsautomaat. Het rijdt echt super. Nou, en hier zie je ook de mooie luxe afwerking die de Opel Corsa Elegance standaard ook heeft. Nou, aan de achterkant, deze auto's zijn nog parkeersoren voor en achterbij besteld en een achteruitrijcamera. Let er wel op dat het niet standaard dus is. Dus je kunt parkeersoren achter ook los bestellen, maar je kan het ook in een pakket doen. En dat zijn de opties zoals in Nederland hier, met voor- en achterparkeersoren en een achteruitrijcamera. De kofferklep van de Opel Corsa die open je hiermee. En hier zie je inderdaad een mooie ruime kofferruimte. Achterbank ook zie je een tweede nog neerklapbaar. En hieronder is nog de mogelijkheid om een reservewiel bij te bestellen. Standaard heeft dus geen reservewiel, die kun je dus bijbestellen. Het kan een volwaardig reservewiel zijn, maar de kofferruimte iets hoger gaat, of een ruimtebesparend reservewiel. Natuurlijk kun je bij de Elegance uiteraard ook andere velgen bijbestellen. Dit is dus een standaardvelg zoals die geleverd wordt in Nederland. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor een grotere velg. Je kunt ook een hele mooie zwarte velg nog krijgen. En ook een velg die ook een zwart en een zilveren kleur heeft. Nou, en natuurlijk kun je de auto geheel ook samenstellen zoals je wilt hebben. Met keyless entry, adaptive cruise control, adaptive LED matrix verlichting. Dus niet de standaard LED koplamp, maar ook nog een verlichtingssysteem die automatisch helemaal dat aanpast. Noem het allemaal maar op. Nou, leuk detail is ook dat hij de buitenspiegels ook altijd in een zwarte kleur heeft. Je kan er ook voor kiezen om de auto, het dakkleur van de auto ook in zwart of in wit bij te bestellen.
En eventueel ook nog mogelijkheid is een panoramadak. Nou, de kleur die we hier zien is Moonstone Grey. Er zijn natuurlijk verschillende kleuren leverbaar. De oranje kleur die is dus standaard. Daarnaast kun je voor een kleine meerprijs ook nog een witte kleur bestellen. Daarnaast zijn ook de metallic kleuren. Hè. Die kan dus in een aantal blauwe tinten. Donkergrijs, lichtgrijs. In de rode kleur of zwart. Nou, dan hoop je hiermee een duidelijke uitleg te hebben gegeven over de uitvoering, de Opel Corsa Elegance uitvoering. Nou, in de volgende video gaan we ook de Edition of de GS-lijn laten zien. Heb je vragen of kom je er helemaal uit? Ik zou zeggen, stel ze typisch hieronder of kom langs in onze showroom waar we natuurlijk het model ook hebben staan. En je kunt er ook meteen een proefrit maken. Nou, ik wil jullie super bedanken voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewers. Vergeet niet op abonnee te worden van ons YouTube kanaal, zodat je elke week op de hoogte blijft van de nieuwste video die wij plaatsen. Super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.